Goedendag en welkom in de tv-studio van Essentia. We hebben bij ons de gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Cathy Berks. Hallo. Goedendag en welkom. We hebben het zo dadelijk over de chemische industrie. Hoe belangrijk is die voor de haven van Antwerpen? Wel, de chemische industrie is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de haven van Antwerpen, maar voor heel Antwerpen, heel Vlaanderen, heel België eigenlijk. Ik ga niet goochelen met cijfers. Maar er is vooral eigenlijk een kwalitatieve reden. De maakindustrie, de productieindustrie en in het bijzonder ook de chemische industrie is echt wel het fundament van de economie, is ook de motor van de economie. En bovendien, die chemische industrie is heel innovatief. En ik ben er echt van overtuigd dat heel veel van de uitdagingen van de toekomst, maar ook van vandaag, rond mobiliteit, rond de verstedelijking, rond de bevolkingstoename en vooral ook rond duurzaamheid, dat die antwoorden gaan komen van de chemische industrie. Ja. Dus nog eens, de chemische industrie is niet een deel van het probleem, maar vooral een deel van de oplossing van de uitdaging van vandaag en morgen. Wat zijn de logistieke troeven van de haven van Antwerpen die toch wel de ontwikkeling van de grootste chemiecluster van Europa hebben mogelijk gemaakt? Wel, het belangrijkste is uiteraard die centrale ligging van Antwerpen, maar ook de multimodale ontsluiting. Dat wil zeggen dat de haven van Antwerpen en dus ook de petrochemische cluster ontsloten is zowel per spoor, per binnenvaart, maar ook in het bijzonder per pijp- en buisleiding. En dat is een heel veilige transportmiddel en is ook van kapitaal belang. We daar nog meer moeten in investeren, maar dat is toch wel een belangrijk cruciale factor die ja, vrij uniek is ook voor de haven van Antwerpen. Wat kan u als gouverneur nog doen om Antwerpen nog aantrekkelijker te maken voor investeerders in de chemie? Ik denk dat het allerbelangrijkste ook is, de dossiers waar ik al volop mee bezig ben. Ontsluiting van die haven is ook van kapitaal belang. Het is een multimodaal ontsloten haven, maar ja, er is ook een probleem van congestie. Vandaar ook het masterplan 2020. En er zijn heel veel grote infrastructuurprojecten die op stapel staan rond de derde Scheldekruising, wat betreft ook de tweede spoortoegang, een betere ontsluiting per spoor. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar ik een rol in speel, in de zin van dat ik alles coördineer, op elkaar afstem. En ook bijvoorbeeld voor grote investeringsdossiers tracht ik er ook toe bij te dragen dat vergunningen, milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, ja, dat de administratie, de diensten die daarover gaan, dat goed gecoördineerd en afgestemd doen met maar één doel voor ogen, dat die investering in Antwerpen, in de Antwerpse haven komt. En dat veronderstelt goede samenwerking met de industrie, maar ook met al die partners. En ook voor wat betreft de civiele veiligheid. Hè. We bezoeken met onze dienst noodplanning alle CVSO-bedrijven en de meeste chemische bedrijven zijn CVSO-bedrijven. En daar probeer ik hen ook maximaal te ondersteunen om ook de civiele veiligheid, in geval van calamiteit, een brand, een explosie of wat dan ook, om dat heel goed op punt te hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat de zekerheid en de kwaliteit ook van de veiligheid een cruciale factor is om hier in Antwerpen te investeren. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de facetten waar ik echt volop probeer te ondersteunen. Goed, ik wens u heel veel succes met al uw plannen in Antwerpen. Bedankt voor uw komst in ieder geval. En u bent bedankt voor het kijken. Ik zie u graag terug op een van de andere getuigenissen op de website van Essentia.